Nou, als er één schilderij niet mocht ontbreken, dan is het deze. En hij is er niet. Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Vandaag opent de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit. In het Rijksmuseum zijn maar liefst 28 van de 37 werken van de Nederlandse schilder te zien. Maar dat betekent dus ook dat er 9 niet te zien zijn. Dus die hebben wij even voor u op een rijtje gehangen. We hebben het wijnglas uit het Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig. Heel ondeugende Vermeer. Je ziet de oude generatie meekijken, terwijl deze man in het décolleté kijkt van misschien wel de meest lelijk gerestaureerde vrouw uit het oeuvre van Vermeer. Zoals je ziet is een beetje een hele enge clown die je toegrijnst. Dit mag het museum niet verlaten om de meest schattige reden. De lokale middelbare school moet er een eindwerkstuk over maken. Om de kennis over Vermeer toch even te testen, hebben wij 8 ontbrekende werken en 1 tentoongesteld schilderij op een rijtje gehangen. En gevraagd waar potentiële bezoekers nou echt naar uitkijken. Concerto, maar die bestaat volgens mij niet. Nou ja, die bestaat wel, maar u gaat hem niet zien, want... Hij is gestolen in 1990 uit Boston, het Isabella Stewart Gardner Museum. Een lekkere ondeugende Vermeer, al zie je dat niet direct. Maar hij is gejat door, we weten niet wie. Kan de maffia zijn, kan iemand anders zijn, maar dat zie je op Netflix. Nog even over die schilderijen die er wel zijn. Dat is dus best bijzonder. Aanleiding voor deze tentoonstelling is het feit dat de Frick Collection is aan het verbouwen. De Frick Collection is een museum in New York waar 4 belangrijke werken hangen. Nou, die mochten dus naar Amsterdam. Dat staat in de kleine lettertjes van dat museum. En de rest deed mee. 28 schilderijen zijn verzameld. Dat zijn er meer dan Vermeer zelf ooit bij elkaar heeft gezien. Nou, ik ben wel een beetje bekend met die gestreepte vloer. Die vind ik dan wel het meest het leukst. Oh, helaas, die is er niet. Als ik ga, dan hoop ik wel die te zien ook, ja. Ja, dat is jammer, want die zijn er helaas niet. I think this one on the end talks to me. Unfortunately, it's not going to be there. No? Why have you got it up then? It just leads to disappointment, right? Any other favorites? This one next to it. I like the... I'm afraid it's not there either. You're going to do the whole line. Nothing's there. Nou, nog eentje dan. Dit is de schilderkunst, dus het statement van Vermeer. Dit schilderij heeft heel veel notoire eigenaren gehad. Waaronder een Oostenrijkse kunstenaar en politicus, Adolf Hitler. Die had een schilderij van de originele familie gekocht. En natuurlijk is Adolf Hitler overleden. De familie probeert het schilderij nog steeds terug te krijgen. En het is dankzij dit schilderij onder andere dat in 1956 eindelijk een certificaat van overlijden werd gemaakt voor Adolf Hitler. En uiteindelijk liet niet iedereen zich om de tuin leiden. Ja, het meisje met de melkkan natuurlijk, die blijft altijd een klassieker. Dus die heel graag. Je hebt gewonnen! Dat is het enige stuk dat te zien is in de expositie van alles van Vermeer wat hier hangt. Oh, nou, dat komt mooi uit dan.